Hoi, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe ZichtView-update. Deze week wil ik het met je hebben over arbeidsmarktcommunicatie en bespreek ik de trends voor dit jaar op het gebied van social media. Oh, en Radio 2 is weer marktleider in Radioland. Nooit eerder waren in Nederland zoveel banen. 11 miljoen zijn het er. Tegelijkertijd zijn er bijna 400.000 vacatures open. Het CBS becijferde bovendien dat er voor iedere 100 werklozen 126 vacatures zijn. Deze krapte op de arbeidsmarkt heeft gevolgen. Misschien merk je ook binnen jouw organisatie dat vacatures moeilijker vervuld worden en langer openstaan. Misschien is het dan tijd om eens kritisch te kijken naar je arbeidsmarktcommunicatie. Want je wilt toch uiteindelijk dat mensen voor jou kiezen. Een advertentie online zetten op LinkedIn of vacaturesite is simpelweg gewoon niet voldoende meer. Vergeet de focus op de onderkant van de funnel en start met de boel grondig aan te pakken. Tijd dus om te bouwen aan je employer brand. Voor nu en voor de toekomst. Want een aantrekkelijk werkgeversmerk is een essentieel onderdeel in je marketingmix om de performanceactiviteiten optimaal te laten renderen. Het zorgt er namelijk voor dat de kosten voor het invullen van losse vacatures aanzienlijk dalen. Als je hulp nodig hebt met je wervingsactie, laat het dan vooral horen, want we denken graag met je mee. En dan door naar social media. We zien voor 2022 weer de nodige voorspellingen de revue passeren. Wij delen onze top 5 trends voor 2022. Trend 1. De korte verticale video. We zagen ze al veel voorbij komen in 2021, maar de verwachting is dat short-form video, zoals Instagram Reels, in 2022 nog meer in populariteit zal toenemen. Trend 2. Het creëren van content gaat nog makkelijker worden. Social media platformen zijn meer dan ooit tevoren afhankelijk van de makers die een platform vullen met unieke content. Daarom zullen platformen gaan investeren in handige tools om jouw content mee te maken. Trend 3. Authenticiteit. Influencers en merken zullen steeds meer afwijken van de perfecte plaatjes en het gebruik van filters. Trend 4. Social commerce. In de video van vorige week berichten we al dat social commerce 3 keer sneller groeit dan gewone e-commerce. De verwachting is dat de social media platformen onderling zullen strijden voor de beste social commerce beleving. En tot slot trend 5. De opkomst van de LinkedIn-influencer. Het platform gaat meer investeren in creators, waardoor het makkelijker wordt om content te delen met een relevant publiek. Meer creators zullen actief het platform gaan gebruiken en zo kunnen bijvoorbeeld CEO's zich gaan positioneren als influencer binnen hun vak. En tot slot heeft Radio 2 het marktleiderschap overgenomen van Q-Music in de maanden november en december. Stichting Nationaal Luisteronderzoek becijferde een marktaandeel van 16,6%. Minder overigens dan in dezelfde periode in 2020. Toen was het marktaandeel van Radio 2 nog 17,4%. Radio 2 scoort traditioneel hoog in de laatste 2 maanden van het jaar dankzij de welbekende top 2000. Ook Sky Radio deed goede zaken in de laatste maanden van het jaar. Dankzij de Christmas Station noteerde Sky een marktaandeel van 9,5% tegen 8,3% de vorige periode. Nu de top 2000 en de Christmas Station hun tijd hebben gehad, zijn wij benieuwd of Q-Music de positie weer terugneemt. En dit was de update voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.